Goedendag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag 1 uur zien we dat er veel bewolking ligt boven het noordoosten van Duitsland en daar was sprake op dat moment van zwaar onweer, hagel, windstoten en heel veel regenval. Maar in Nederland zag het weerbeeld er veel beter uit. Dat buiengebied van het noorden van Duitsland dat trok afgelopen nacht nog over het zuidoosten van Nederland, maar ook daar brak in de loop van de dag de zon door en in de rest van het land was het een stralend zonnige dag met slechts een paar stapelwolken. Dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied zien we op deze weerkaart met 1025 hectopascal. En het hoge drukgebied dat zorgt dus voor rustig weer, het oplossen van bewolking en geen regen meer. En als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het hoge drukgebied aardig op zijn plek blijft liggen. Pas donderdag later op de dag en vrijdag komt het iets in beweging. Dan zou ik de kern van het hoge drukgebied iets meer boven Engeland moeten tekenen. Rondom het hoge drukgebied waait de wind met de klok mee. Betekent dat we een aanvoer hebben over de Noordzee en dan zo richting Nederland. Ik teken bewust een blauwe pijl, want die aanvoer dat is geen warme lucht, maar dat is eerder wat koele lucht. Grotendeels wel droge lucht. Pas in de loop van vrijdag of zaterdag komen de eerste buien. Dat betekent dus dat we vanavond een zonnige avond hebben. Er is amper een wolkje aan de hemel. De temperaturen liggen halverwege de avond rond 17 graden. Pas rond half tien, kwart voor tien gaat de zon onder. Dus we hebben een heerlijke lange avond voor de boeg. Ook vannacht weinig bewolking. Temperatuur daalt tot rond 10 graden. Kan wat nevel of misschien een mistbankje ontstaan. Denk niet dat het verkeer daar last van heeft. En morgen overdag profiteren we dan van dat hoge drukgebied. We hebben een noordelijke wind. Die zorgt ervoor dat het op de Waddeneilanden en op de stranden niet zo warm is. 17 tot 20 graden. Maar met een windschermpje en vol in de zon, dan voelt het wel meteen warm aan. Zonkracht is 7, betekent dat je tussen 11 en 3 uur middags snel kunt verbranden. Let daar dus wel even op. Temperatuur in het binnenland 22-23 graden kan een stapelwolkje ontstaan, maar de zon heeft de overhand. En dat hele mooie weer dat hebben we vrijdag eigenlijk ook. Er zijn iets meer wolken. Vooral later op de dag neemt de wolkje toe. Maar temperaturen zijn vergelijkbaar: 20 tot 23 graden. In de nacht na zaterdag en zaterdag overdag kan er dus een enkele bui vallen, gaat de temperatuur ook een paar graden naar beneden. Maar zondag lijkt alweer droog te worden, en dan kan het kwik misschien weer iets herstellen, rond 20 graden. Al met al ook een prima weekend, want ook zaterdag zal de regen niet overheersen. Dus slechts een enkele bui. En dan de wat langere termijn. Ik gaf gisteren al aan dat het uh, tijdelijk wat minder warm wordt. Dat is dus vanaf zaterdag. Maar op de wat langere termijn, eind volgende week, dan gaat het kwik weer langzaam iets omhoog. We ja, moeten nog niet te enthousiast zijn. Het gemiddelde komt amper boven de 20 graden uit. Maar goed, er is iets om naar uit te kijken. Later in de week, volgende week, geleidelijk weer oplopende temperaturen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl